Met veel tromgeroffel werd bij het IBM Services Center aan het Zuiderdiep de IBM Studio geopend. Een centrum waar designers en digitale experts kunnen bouwen aan een betere klantrelatie door middel van nieuwe technologie. En in de eerste plaats vinden we het geweldig dat we hier nu bijna twee jaar, in deze geweldige stad Groningen zitten. In het hartje van de stad, een mooiere plek is er nauwelijks te bedenken. Dat is één. De tweede reden is dat we in het begin van dit jaar al de 100ste medewerker aan boord hebben gehaald. En de derde en misschien wel de directe aanleiding is inderdaad de opening van ons IX Lab. En wat we hier doen is het ontwerpen van gebruikerstoepassingen voor velerlei platformen. Dat kunnen webtoepassingen zijn, maar meer en meer ook toepassingen voor mobiele devices, smartphones, tablets. En met name het ontwerp daarvan, oftewel hoe stel je nou zeker dat zo'n ding optimaal aansluit bij beleving van de eindgebruiker. Nou, we zitten in de services-industrie, de dienstenindustrie. Het gaat over mensen. Het gaat over in dit geval het profiel van jonge mensen, jonge medewerkers, goed opgeleid, die wij hier een mooie carrière start willen geven bij het bedrijf IBM. Het gaat hard met IBM in Groningen. Binnen 2 jaar heeft het bedrijf enkele honderden nieuwe werknemers aangenomen. En dat aantal groeit nog steeds. Sinds 2013 zijn we hier actief. 0 medewerkers begonnen. We zitten nu op een totaal van 110 medewerkers totaal. Met ambities om door te groeien naar 400. We hebben dus gezocht naar een locatie in Nederland waar er voldoende van aanwezig waren. En wat dat betreft scoort Groningen natuurlijk erg goed. Groningen is een hele jonge stad. Dat zie je, dat voel je als je hier over straat loopt. 60.000 studenten. RUG, Hanze, belangrijke onderwijsinstellingen hier. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat we hier gevestigd zijn.